Het mbo en het hoger onderwijs gaan weer open, maar met beperkingen. Dat maakt het kabinet morgen bekend tijdens een nieuwe coronapersconferentie. En dat is maar net op tijd, want eind augustus starten de eerste hogescholen al met lesgeven. De meeste studenten zijn dolblij. Ik denk dat dat heel goed nieuws is. Ik denk dat het ook goed te doen is. Ja, meer studenten die zichzelf laten vaccineren en goed op hun eigen symptomen letten. Ik kijk er heel erg naar uit om weer naar de campus te gaan. Weer vakken te volgen, dat heb ik een tijdje niet gedaan. En dan ook weer met medestudenten in de collegebanken kunnen zitten. Ja, blije studenten. Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. U glundert ook helemaal, zie je? Ja. Ja, wat waren de reacties bij jullie? Gejuich? Ja, iedereen is dolblij. En het is ongelooflijk prettig dat dit nu gaat gebeuren. En ook prettig dat we nu in de afweging, die natuurlijk moeilijk is, dat de studenten de prioriteit krijgen die ze nodig hebben. Die we nodig hebben voor goed onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. En ook die we nodig hebben voor het welzijn van de studenten. We zaten net al even te praten. U zei, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ja, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. En er zit nu wel een beperking op van maximaal 75. Amma, is dat genoeg voor nu? Ik was sowieso in eerste instantie heel blij om te horen dat die 1,5 meter eraf gaat. Want dat moest gewoon en dat kon eigenlijk ook niet anders dan dat ging gebeuren. Met die 75 ben ik wel nog wat minder blij, omdat dat toch waarschijnlijk gaat betekenen dat studenten toch ook nog wel online onderwijs gaan krijgen. En ik snap vooral ook niet zo goed waar dat getal vandaan komt. Hoe kijken alle docenten daar tegenaan? Ik kan me ook voorstellen dat sommigen denken, nou, om weer voor 400 studenten in één keer in een zaal te hebben, vind ik ook spannend. Ja, nee, dat zeker. Ik denk dat collega's die kijken er wisselend tegenaan. Een heleboel, of ik denk iedereen die heeft gewoon het echte lesgeven enorm gemist. Want dat is waarom we dit vak ingegaan zijn. Maar tegelijkertijd snappen we ook, alles tegelijk loslaten, dat kan gevaarlijk zijn. Maar dan zou ik er toch echt voor willen pleiten van, na 1,5 jaar is het onderwijs wel eens aan de beurt om op 1 te staan. Dus als er dingen weer beperkt moeten worden, beperk andere zaken, zodat onderwijs door kan gaan. Want onderwijs is te belangrijk om voor de 3e jaar op rij met beperkingen te doen.